in die school? Ja, ik kwam op Voorn en Putten terecht. Het was natuurlijk niet zo dicht bij Dordrecht, maar je moest solliciteren dus. En ik solliciteerde waar een vacature was en daar was een vacature. En ik kwam dus in Hekelingen terecht, een dorpje bij Spijkenisse. En ik kreeg daar de tweede klas. Ik moet wel zeggen, ik was al aangesteld en ik kwam daar toen die school binnen. Ik wist niet wat ik zag, want het was een school. Ja, het zag er aan de buitenkant aardig uit, maar de klas met kinderhoofdjes op de vloer en tussen de rijen tafeltjes, banken denk ik nog, planken. En ergens in de hoek een grote kachel. En die muren, ik wist niet wat ik daarmee moest beginnen, die waren helemaal uitgeslagen. Nou, je weet met de kinderen met de eerste klas, dan moest je met leesplankjes werken. Het was ook een hele leuke methode. En er waren ook boekjes bij. Maar tot mijn schrik waren er net nog boekjes, die lagen bijna uit elkaar. En de leesplank die voor de klas was, die was helemaal gebleekt. Er was niks leuks aan te bekennen. Er hing ook niks leuks aan de muur. Er waren ook geen boeken waar je verhalen uit kon vertellen. En ook geen boeken waar je versjes uit kon zingen. Dus die moest ik allemaal zelf meebrengen. Dat lukte wel. Maar het was natuurlijk toch een beetje raar. Ja, en in die tijd, maar dat was overal, moest je nog in schrijfschriften twee regels voorschrijven op een bladzijde. Tegenwoordig heb je voorgedrukte schriften, of misschien is dat nu ook alweer anders. Maar wij moesten, dat de kinderen de letters leren schrijven, moesten dat voorschrijven, een regel. En omdat een bladzijde te lang was om daar alsmaar op die ene regel te blijven turen, moest er ook nog een regel in het midden. Dus moet je voorstellen. Er zijn tijden geweest dat ik voor 40 kinderen die schriften moest schrijven. Ja. Je kwam dus eigenlijk in een situatie terecht die je van tevoren nooit hebt kunnen vermoeden. Nee, die kon ik niet. Natuurlijk kon ik gewoon lesgeven, want je kan natuurlijk met alles lesgeven. Het hoeft allemaal niet zo luxueus te zijn. Maar dit was wel, ook voor die tijd, toch, nou, niet gewoon.